Natuurlijk is er wel altijd nog onbegrip. Ja. Maar dat is geen, zeg maar, ze willen je wel begrijpen, zeg maar. Alleen soms zijn er nog dingen die ze gewoon niet begrijpen aan het hele homoseksueel zijn gebeuren. Jij bent afgekomen dat je ook op vrouwen valt? Ja, klopt. En wanneer is dat gebeurd? Dat was op Aruba. Vond een meisje mij leuk. Op een gegeven moment, ik moest er niks van weten, want ik wist er niks vanaf. Toen heb ik eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Na een half jaar ongeveer, ben ik eigenlijk gewoon gaan ontdekken. Gewoon proberen met uitgaan en dat soort dingetjes. En I can't change. Ik heb dat als eerste verteld aan een van mijn vrienden. Dat was via de e-mail. En ik om 12 uur 's nachts of zo, toen ik niet kon slapen omdat allemaal gedachten me dwars zaten en zo, heb ik maar mijn laptop erbij gepakt, naar beneden geslopen, laptop gepakt. En toen heb ik echt, dat was wel heel eng om te doen, die e-mail schrijven. Hoeveel van de dames in het team weten eigenlijk zo'n beetje van jouw geaardheid? Alles, iedereen. Iedereen. Okay. Nee, dat is... Geen geheimpje of zo? Nee, absoluut niet. Nee. Okay. Ik weet inderdaad best wel goed hoe meisjes werken. Omdat ik me vooral qua liefdesbeleving natuurlijk heel goed kan verplaatsen in heteroseksuele meisjes. Dus in die zin word ik wel eens om liefdesadvies gevraagd, ook door jongens.